Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken deze nieuwe video. Het is voor mij vandaag zondag, het is 9:30 s'avonds en ik ga zo meteen lekker slapen. Ik heb morgen een tussendienst, dus ik hoef niet zo heel vroeg te slapen, maar ik ga ook niet te laat slapen, want dat merk ik morgen dan weer als ik naar moet slapen. Morgenavond slaap ik na mijn tussendienst, kom ik hierheen, pik ik mijn spullen op en ga ik naar mijn opa en oma. Want ik ga daar slapen, zodat mijn opa mij 's morgens om 6:45 naar mijn stage kan brengen, omdat ik anders om 6:45 de deur uit moet, terwijl ik er met de auto binnen 5 minuten zit. Normaal houdt mijn vader daar zoveel mogelijk rekening mee. Kijk, als het echt niet anders kan, dan ga ik gewoon 6:45 de deur uit. Maar, mijn vader heeft dus, die dacht dus dat ik dinsdag een tussendienst had, maar dat heb ik dus niet. Dat heb ik morgen, dat op maandag. Dus zijn werkschema is daar niet op aangepast. Vandaar dat ik dus eigenlijk om 6:45 met de bus had moeten gaan. En metro en lopen, weet ik het wat allemaal. Maar nu kan mijn opa me dus brengen om 6:45 dinsdag. Dus dat is heel fijn. Maar ja, morgen heb ik dus een tussendienst. Dus ik hoef niet al te laat of al te vroeg te gaan slapen. Niet al te laat, ik bedoel al te vroeg. Dus dat is wel lekker. Ik ga nog even wat drinken pakken, want ik heb echt heel veel dorst. Ik heb net een video gekeken van Roadtrip, de nieuwe video die ze online hebben geplaatst. Daarin deden ze een would you rather, dus bijvoorbeeld kies je liever voor rood of voor blauw, en dan kies je voor een van de twee. En degene die dan aan de minste kant stonden, dus er bijvoorbeeld 3 aan de ene kant, 2 aan de andere kant, die moesten dan uitleggen van waarom. En het beste argument, die mocht overplaatsen naar de andere kant. En diegene die overbleef, die moest dus een kledingstuk uittrekken. En ja, dat gaat zomaar door. En vervolgens bleef er dus vrij weinig over. Want Andy, die had dus op een gegeven moment niks meer aan. Geen boxer, geen shirt, geen sokken, geen schoenen, geen broek, geen trui. Helemaal niks. Ik moest zo lachen. Ik moest echt zo hard lachen. Het was ook van, oh ja, ik ga echt goed. En iedereen trok een shirt uit en een broek uit. En stonden haast met z'n allen alleen in de boxer. En vervolgens zegt Andy, die had een boxer aan en een shirt. En die zei dus van, oké, wacht, ik ga mijn boxer uitdoen, ik ga mijn shirt aan. En daarna verloor hij weer, waardoor hij zijn shirt uit moest doen. Dat is zo grappig. Oh, geweldig. Hij liep er echt met kussens rond van, oh no. Zo leuk. Ik heb echt heel hard gelachen. Maar goed, alles hangt in ieder geval klaar voor morgen. Ik heb alvast een kledingsetje klaargelegd voor morgen, dus dat is mooi. Ik moet eigenlijk mijn oogmake-up er nog af gaan halen, maar daar heb ik niet zo heel veel zin in, want ik heb alleen mijn oogmake-up. Voor de rest heb ik niks op. Voor de rest is alles er al af, dus ik denk dat ik dit gewoon lekker zo laat en kijk hoe het er morgenochtend uitziet. Waarschijnlijk zit het dan hier, maar goed, maakt niet uit. Ik ga heel veel drinken pakken beneden en dan ga ik zo ook wel lekker slapen, want ik ben toch best wel moe. En die Would You Rather video brengt me wel op ideeën. Misschien dat ik het ook gewoon eens moet gaan doen. Is wel leuk. Lijkt me wel lachen. Het zal misschien iets sneller verlopen dan bij de jongens. Want er waren ze met z'n vijven. En als ik denk dat degene die mee zou willen doen misschien meedoet, zijn we met z'n tweeën. Dus dan zal het best snel gaan. Maar goed, we zien het wel. Ik ga drinken pakken. Nog even een beetje relaxen. Even de social media's checken van The Boys. Want volgens mij hebben ze wel leuke dingen geplaatst. Heb ik het idee. Maar goed, drinken pakken en dan slapen. Oh, ik zeg het door het slapen en ik moet gapen. Het rijdt nog ook. Goedemorgen, het is inmiddels lekker maandagochtend. Nieuwe week, nieuwe kansen. Ik heb lekker geslapen. Ik ben alleen vanmorgen om 6:30 wakker. En toen ben ik niet meer in slaap kunnen vallen. Dan ben ik niet laat gaan slapen. Ik ben om 9:45 ben ik echt in slaap gevallen.
Dus ik heb op zich wel redelijk geslapen. Alleen ja, het is jammer dat ik dan weer zo heel erg vroeg op ben. Terwijl mijn wekker eigenlijk pas om 8:30 stond. Het is nu 8:00. Yep, het is 8:00. Dus ja. Ik ben iets eerder op. Iets heel veel eerder. Maar goed, dat geeft niks. Ik heb goed uit kunnen rusten. Ik heb net nog heel even lekker gelegen. Ik ga me eventjes aankleden. Even wassen en aankleden heb ik dat gehad. En dan ga ik wel eventjes heel even chillen nog op bed met een kopje koffie. Want ja. Het is tenslotte maandagochtend. En als ik de mogelijkheid daartoe heb, ga ik graag even chillen met een kopje koffie. Goed, ik ben klaar. Mijn haar zit niet helemaal hoe ik wil dat het zit. Maar goed. Dat doet het met mij. Dit pikt heel erg. Maar misschien dat ik dat zo even een beetje opbol. En dan zie je er zo niks meer van. Hoop ik. Denk ik. Geen idee. In ieder geval. Ik ben aangekleed zoals shit. Ik heb een lichtgrijze broek aan. Ik heb nog wel mijn slof aan. Ik heb deze trui aan. Een stopje eronder. En ik heb mijn kleding en spullen al klaargelegd voor morgen. Dan hoef ik dat niet allemaal nog te doen. Want ja, dat is natuurlijk wel vervelend als ik dat nog moet doen. Maar ja. Even de YouTube video afkijken die ik aan het kijken was. En dan ga ik mijn make-up doen. Oké, inmiddels de koffie is op. Ik ga een start maken aan de make-up. Moet namelijk ook gebeuren. Nou, dat moet niks. Ik ga het vrij simpel houden vandaag. Ik werk mijn wallen een beetje bij. Ik werk wat plekjes weg. En meer doe ik eigenlijk niet. Want waarschijnlijk ziet het er vanmiddag toch al gewoon niet meer uit. Aangezien ik een tussendienst heb. Het hele wacht duurt vandaag. Waar ik trouwens wel heel veel zin in heb. Ik heb wel echt heel veel zin in mijn tussendienst vandaag. Ik weet niet waarom. Maar het is alleen maar goed als ik er zin in heb. Ik dacht ik klets jullie gewoon even lekker een beetje bij. Omdat ik op zich toch niet weet wat ik vandaag en morgen allemaal moet filmen. Ik weet ook überhaupt niet of ik vanavond nog door heb dat ik nog iets moet filmen. Aangezien ik natuurlijk vanavond bij mijn opa en oma ga slapen. Dus ja, ik dacht ik ga jullie nu alvast een klein beetje op de hoogte houden. Ik, wat ik dus vanmorgen al zei, ik heb een vrij redelijke nacht gehad vandaag. Alleen als ik dan zo heel vroeg wakker word uit mijn eigen, dan heb ik op zich echt wel een lastige start. Dat ik denk van, oh, mijn wekker gaat nog lang niet. Kijk, als mijn wekker bijna gaat, heb ik er nooit problemen mee. Dan word ik gewoon rustig wakker en dan ga ik er gewoon uit en is er niks aan de hand. Maar omdat ik nu natuurlijk veel vroeger wakker werd dan dat mijn wekker eigenlijk moest gaan, heb ik daar toch wel soms een beetje last van. Maar goed, dat geeft op zich niks. Ik heb nog ook genoeg tijd, dus ik heb gewoon op zich verder rustig wakker kunnen worden. Dus dat is wel fijn. Ik moet zometeen wel en niet vergeten eventjes mijn make-up ook in te pakken. Dat is misschien wel makkelijk. Ik ga jullie trouwens even hierop zetten. Ik focus ook echt helemaal niet. Hoe kan dat nou? Focussen gaat nog wel lastig vandaag, jongens. Maar goed, in ieder geval, de make-up moet wel gebeuren. De concealer zit erop. Het is gewoon heel simpel eigenlijk, hoor. Het is niet dat ik helemaal vol uit ga of zo. Ik doe even het poeder op. De camera heeft er ook niet zo heel veel zin in zo te zien. Ik denk ook bij zijn eigen van, joh, het is maandag. Laat het lekker allemaal gaan. Maar ja, helaas. Zo'n tussendoos vind ik op zich redelijk lekker als ik gewoon echt later wakker word. Ik moet niet echt 6:00 van tevoren wakker worden. Want dan heb ik er wel een bloedhekel aan. Het is nu trouwens 9:15. Dus dat is op zich wel redelijk lekker. Een beetje poeder. Dat ik niet zo aan het wegblinken ben vandaag. Ik doe mijn wenkbrauw gelijk eventjes. Dan heb ik dat allemaal lekker gehad.
Ja, jongens. Het is weer maandag vandaag. Ik heb wel echt een heel relaxed weekend gehad. Ik heb heel veel huiswerk kunnen maken. Dat is wel heel fijn. Kost me weer wat minder werk vandaag. Ik wil vandaag nog even een paar opdrachten nalopen. En eventjes, ik moet nog een opdracht maken samen met de andere stagiair. Op mijn stage, dus daar wil ik vandaag ook een begin aan maken. Kijk het verschil van mijn wenkbrauw, jongen. Huh? Wat is dit dan? Wat was dat voor gekkigheid? Waarom doet mijn camera zo raar? Het is overbelicht als ik weet niet wat, maar ik kan helemaal niet, want mijn licht staat hartstikke laag. Ik heb mijn belichting nu op zijn allerlaag gezet en dit schijnt gewoon prima te zijn. Maar hoe kan dat? Normaal is het nu pikken donker. Maar goed, check het verschil van mijn wenkbrauwen. Geniaal. Ik snap niet wat er met mijn camera aan de hand is. Vlogmas gaat binnenkort beginnen, jongens. Dat gaan we weer raar doen. Nog 3 weken, jongens. Dan is het december. Dan gaat iedereen weer van start met vlogmas. Yay. Daar heb ik echt trouwens heel veel zin in. Ik heb sowieso altijd zin in kerst. Maar ja, zeker nu. Mijn haar wil ook echt niet vandaag gewoon. Het zit niet allemaal mee vandaag. Maar goed. Kunnen we ook vrij weinig aan doen. Een beetje make-up op. Ik hou de look lekker relaxed vandaag, denk ik. Een beetje glitterroze-achtig. Niet te veel, niet te weinig. Het kwastje wat ik gebruik vind ik echt heel fijn, maar soms denk ik echt van, oh. Soms is hij niet heel fijn. Ik hou het vandaag allemaal op zich vrij rustig. Met de make-up. Even een klein beetje alles onder mijn ogen vandaan halen. Dat is het nadeel met dit kwastje. Dit kwastje is zo groot dat ik de helft ook onder mijn ogen smeer. En dat is dan wel een heel klein beetje vervelend. Ik wil een heel klein beetje eyeliner doen vandaag. Met een beetje poeder trouwens. Mocht je je afvragen hoe ik dat doe. Gewoon een beetje oogschaduw op een kwastje. En dan onder mijn oog. Nu zitten er trouwens ook echt tientallen kleuren en glitters onder mijn oog. Maar goed. This is what it is. Een beetje highlighter. Ja jongens, het is voor mij nu dus nog eigenlijk vanaf vandaag nog 21 weken. Dan zit mijn stage erop. En ik heb lichtelijk wel wat paniek. Want ik heb dus nog geen ene opdracht gedaan. Dat is wel gewoon heel erg vervelend. Puur omdat die opdrachten ook niet mogelijk zijn. Dus ik wil me nu gaan storten op andere opdrachten. In de hoop dat ik dat kan gaan doen. En dan, kijken hoe het allemaal gaat lopen. Maar het is wel echt eventjes af en toe dat ik denk, gaat het goed? Gaat het niet goed? Een beetje setting spray op. Dus het is echt af en toe wel dat ik denk van, het is wel echt eventjes krap nu en een beetje stressvol, maar ik heb wel een idee dat het ergens wel goed moet komen. Dit laat ik even een beetje opdrogen. Ik ga heel even een video kijken. Dan doe ik zo nog mascara op. Want anders zit het nu gewoon geplakt onder mijn ogen. Het is trouwens inmiddels bijna 9 uur. De tijd gaat echt heel snel. Volgens mij lukt de klok niet helemaal goed. Maar goed, eventjes een video kijken. En dan
doe ik zo dit open, ga ik mijn schoenen aandoen, ga ik zo meteen nog even ontbijten. Nog even goed sterk ontbijten, omdat ik natuurlijk geen lunch heb vandaag. Dat is echt wel een nadeel hoor jongens, dat je niet mag lunchen in de tussendienst. Tenminste, dat mag wel, maar je krijgt geen pauze. Ik heb om 4:30 pas pauze. Dus dat is wel echt heel erg naar. En 2 uur later ga ik naar huis, dus dat is wel echt heel irritant. Maar goed, we doen er niks aan. Goed, ik ben helemaal klaar. Mijn camera blijft raar doen. Ik weet niet wat er is, maar ik snap er ook niks van. In ieder geval, ik ben klaar. Mijn tas is ingepakt. Dit is de tas die ik meeneem met kleding en spullen voor morgenochtend. Dit is mijn gewone tas. Waar mijn laptop in zit en mijn formulieren en alles. Oh jongens, ik ga zo alvast mijn tas dumpen met kleding. Dan hoef ik dat vanavond niet te doen. Dan kan ik gewoon vanavond in één rechte lijn door naar mijn opa en oma. Dat is dan wel weer fijn. Dus ja, ik ga nog even gaan naar de wc. Even gewoon nog iets eten. Mijn spulletjes voor vanavond voor het eten en alles heb ik al gepakt. Ik heb zo'n kant-en-klaar klein bakje met lasagne. Die ik dan vanavond kan eten. Dus dat is mooi. En ja, that's it. Ik ga een keer een nachtje niet in mijn bed slapen. Dat is ergens ook wel lekker hoor. Het is wel gek. Vanavond weer in één persoons, maar it is what it is. Ik ga mijn spullen pakken en dan ga ik naar mijn stage toe. Daar ben ik. Ik ben thuis, soort van. ik heb een vrij drukke avond eens gehad. Ik leg even mijn pyjama neer en mijn spullen voor morgen. Dat is morgenochtend waarschijnlijk gewoon hup uit bed aankleden. Go, go, go. En klaar. Maar goed, dat is ook niet erg. Ik doe morgen mijn donkerblauwe broek aan. Mijn rode shirt. Zal ik rood aan doen? Ja, ik doe wel rood aan. Topje eronder. Ondergoed heb ik bovenop gelegd. Kamlichter. Oké, toppie. Het is niet heel erg warm op de afdeling. Zo nog even mijn oplaadkabel uit mijn tas vissen, want die ik ben alleen maar het ding vergeten. Maar dat geeft niet, die hebben ze hier vast nog wel. Goed, ik heb mijn make-up voor morgen. Ik ga me omkleden. Het is trouwens 9:15 of zo. Dus het is niet zo heel erg laat of heel erg vroeg, maar ik ben wel moe. Dus ik ga me omkleden. Mijn haar is rood. Oh. Ik ga me omkleden en dan ga ik lekker slapen. Ik ben wel moe. Dus ik kan mijn rust goed gebruiken. En daarentegen moet ik morgen weer om 5:45 mijn bed uit. Slaap lekker. Doeg. Goedemorgen. Het is bijna 6:00. Het is nog geen 6:00. Ik ben aangekleed. Mijn ogen irriteren een heel klein beetje. Maar goed, het is wat het is. Ik heb deze trui aan. Wel broek. Maar en ik was om 4:30 wakker. Ik had heel veel keelpijn in mijn hoofd deze keer. Ik voelde me niet lekker. Maar goed. En even een paar zitten moeten nemen. Veel te drinken mee. Ik heb wel een klein beetje krap geslapen vannacht. Ik heb wel gemerkt dat ik in een 2-persoonsbed of in 1-persoonsbed sliep.
zitten. Ik wil natuurlijk wel een baby. Dus dat gaan we gewoon lekker zitten. Lekker kopje koffie. Ik blijf ook gewoon echt doorfilmen, maar ik heb niks te filmen. Goed, ik heb zo meteen nog een pakje, denk ik, 2 kopjes. En dan ga ik zo naar stage. Even met banaantje ontbijten. Ik heb 2 broodjes bij. Een flesje drinken. Ik neem die mee. En dan ga ik nog even rustig wakker worden. Ik ben ook echt in mijn eentje beneden. Mijn opa was wel wakker, maar oma weet ik niet. Dus ja, we gaan naar een stage. Ik hoop dat alles een beetje goed gaat vandaag. Dat het een beetje redelijk gaat. Ik voel me niet heel erg lekker. Dus dan heb ik geloof ik 2 of 3 hele fijne collega's. Dus ik doe het gewoon op een gemakje. Ik kan niet sneller werken dan dat kan. Ik voel me best wel een beetje beroerd. Dus een beetje rustig aan vandaag. Kopje koffie halen. En dan ga ik naar de afdeling. Ik ben warm en droog overgekomen. Daarentegen nog wel erg moe. Maar goed, let's go. Klaar met werken. Ik heb een weg aan het vandaag. Het ging best goed eigenlijk. Dus anders dan ik had verwacht. Dat was wel leuk. Dat is interessant ook voornamelijk. Maar ja. Lekker naar huis. Ik moest even gaan douchen als ik thuis kom. Anders is mijn haar nog op de zijkant. En ik moet mijn tas nog even halen bij mijn opa en oma met slaapspullen. Dus ja. Ik ben dat is echt wel een dagje vandaag. Heel anders dan normaal. Toen ik het bij iedereen was geroepen, wel bij ziek op de afdeling. Dus dat is ook wel weer een nadeel. Maar ja, de volgende afdeling is beter ook. Dus op. Er is een busje staan er. Oh, en lekker stukje lopen, dat is ook goed. Ik moet alleen heel nodig naar de wc. Dat is een nadeel. Goed, het is 6:15. Ik heb nog geen avondeten gegeten. En ik denk dat het ook niet eens gaat gebeuren. Het is 19 minuten, als je het net kan zien. Het is 19 minuten over 6. En ik voel me echt idioot mega beroerd. Ik voel me niet lekker. Ik ben misselijk, ik ben hangerig, ik ben moe. Ik voel me gewoon niet lekker. Ik voel me al 2 dagen echt dat ik denk van, er gaat iets niet helemaal goed. Er is weer mega veel hoofdpijn. Dat ik denk, hoe dan? Ik moet er ook een keer voorbij zijn? Maar ja, niet dus. Ik doe even mijn dekbed lostrekken. En hoe gezellig het ook is om 6:15 avonds. 6:15 avonds. Ik ga mijn bed in. Ik heb geen honger. Ik ben misselijk. Ik vind het allemaal best. Ik leg mijn kussens aan de kant. Ik ga lekker mijn bed in met een extra warm dekentje. En ik vind het best. Goedemorgen allemaal. Het is woensdag. Ik ben redelijk uitgerust. Ik voel me redelijk oké. Dus dat is allemaal heel fijn en heel mooi. Ik ben
eigenlijk. Maar gisteravond voelde ik me echt niet goed. Ik ben aangekleed. Ik heb een t-shirtje, vest, blauwe broek. Ik heb alleen mijn sloffen nog wel aan. Dus ja. Dus dat is 3 voor 6. Dus ik ga nog geen schoenen doen. Ik heb me net even gewassen. Even mijn gezicht skincare gedaan. Ik moet alleen mijn make-up zo nog doen. Dus ja, ik ga even boven zitten. Dan kan ik daarna gewoon lekker weer boven mijn ding doen. Gisteren heeft een eitje gebakken. Dus die ga ik nu even naar mijn broodtrommeltje doen. Zodat ik mijn eitje kan eten vanmiddag. En die hebben mijn wafel mee dus. En het meisje hier heeft die keel gebeld. Koffie. Lekker, lekker, lekker. Oké, make-upje zit erop. Gewoon heel simpel. Als je denkt, waarom is mijn gezicht zo glimmend en nattig? Ik heb net fixing spray opgedaan, zodat het lekker blijft zitten, maar dat trekt heel erg in. Het is allemaal shiny. Maar goed, het is 4 minuten over 6. Chantal is wakker, die stuurt me net een good morning appje en dat stuurde ik haar. Dus dat is mooi. Dus ja, ik even een banaantje eten, pijnstilling innemen, koffie drinken, mascaraatje doen, schoenen aan, vest aan, tas pakken en wegwezen. Ik ben nog wel een beetje aan het wakker worden. Ik voel me wel iets beter dan gisteravond, dus dat is mooi. Hallo allemaal, dit is de reden dat ik zo film. Ik heb namelijk mijn haar gedaan. Het is trouwens de dag erna. Het is de volgende dag. Ik heb gisteren niks meer gefilmd. Ik voelde me gisteravond niet lekker. Dus ik ben eigenlijk gewoon lekker gaan slapen. En that's it. Maar goed, in ieder geval. It is time. Ik ben net en naar de kapper geweest. Ik heb zelf mijn haar geverfd. Als je kan zien, ik weet niet of het een klein beetje te zien is, maar er zit een blauwachtige gloed overheen. Ik heb namelijk de verf Midnight Blue gekocht bij de Kruidvat. Daar mijn haar mee geverfd. Je kan het nu wel goed zien. Kijk, het is blauw. En mijn haar is nu dus donker weer. Ik wilde mijn haar donker. Namelijk, ik heb mijn haar de afgelopen keer een beetje rood, bruin, paarsachtig geverfd. Maar ik knipte mijn haar dus vandaag bij de kapper en je zag echt gewoon hele stukken overal. Wat ik dus gewoon gemist heb met het zelf verven. Super dom. Dus ik heb vanmorgen mijn haar geverfd. Het is nu een beetje blauw, grijs. Het is zwart, maar het is een grijsblauwige gloed overheen. Ik ben er wel heel super blij mee. Alleen er zit nog niks in mijn haar. Maar dat geeft niet, want ik ga nog even douchen. Want er zit hier nog wel wat verf. Restjes. Het is een beetje over mijn gezicht heen gelopen. Ook zijn mijn nieuwe hoesjes binnen. De afgelopen 2 hoesjes die ik heb besteld heb ik teruggestuurd. Ze waren niet goed. Ze sloten niet goed aan op mijn telefoon. Het continu moest ik ze aandrukken. Ik denk, ja weet je, daar ga ik geen €15 per stuk voor betalen. Dus ik heb ze teruggestuurd. Tenminste, die moet ik morgen terugsturen. Ik heb nu eventjes alles in een envelop gedaan. Maar ik heb dus 2 nieuwe hoesjes. Dat is onder andere dit hoesje. Die ik super gaaf vind. En ik heb een idee dat die er voorlopig ook niet meer vanaf gaat. Ik vind hem heel tof. Het is een anti-shock hoesje, dus hij heeft ook echt van die uitstekende randen. En hij is heel leddy tot mijn achtergrond. Brooklyn roadtrip. Dus daar ben ik heel blij om. En mijn andere hoesje, man, het is warm in mijn kamer. Zet mijn kachel aan. Nee, maar het is wel heel warm. Mijn andere hoesje ligt hier achter. En dat is deze. Het is een navy blauwe hoesje. Misschien dat ik deze dus zo wel ga omdoen om die andere even netjes te houden. Het is ook een anti-shock hoesje, maar dit hoesje heeft een stand. Ik kan hem dus zo neerzetten. Dus daar ben ik heel blij om. Dus misschien dat ik die wel gelijk even om ga doen. Ik moest wennen aan het feit dat dit allemaal uitsteekt, dus hoe het vasthouden betreft.
Maar ik denk dat ik deze even om ga doen. Omdat deze nog een beetje netjes te houden. Zal ik hem gewoon laten? Nee, ik doe ze wel even wisselen. Ik vind het toch wel fijner als deze iets netter blijft. Want deze vind ik heel tof. Dus ik ga hem nog even afhalen. Dus er zitten trouwens wel weer van die gaten in. Helaas. Maar daar heb ik dus nu een zwart rondje op geknipt. In de hoop dat dat dus blijft zitten. Tot nu toe wel. Dus dat is allemaal heel fijn en mooi. Maar ja, dat moet bij deze ook blijven. Volgens mij zit ik hem er nu al naast te douwen. Ja, dat dacht ik al. Oh, wat nog leuk. Bijna. Oh, jammer. Wacht even. Ik had hem misschien iets groter moeten knippen, want ik kan hem er nu dus gewoon doorheen schuiven. Misschien moet ik die wel daarvoor houden. Die gewoon hiervoor houden en dan een vierkantje voor deze knippen. Ik vind het toch wel vervelend als je dat dan ziet. Er zit een gat die er eigenlijk helemaal niet hoort. Maar ja, dat heb ik jullie toen al verteld. Oh, wacht, mijn schaar ligt beneden. Dan moet ik even naar beneden. Maar goed, ik ga zo in ieder geval douchen. Om dus alles nog even af te halen. Daarna ga ik mijn bed eventjes opnieuw recht trekken. Want ja, dat moet gewoon recht. En misschien dat ik hem even afhaal in de wasmachine ga doen en daarna in de droger. Dan kan ik het straks weer opmaken. En dan is gewoon allemaal weer lekker schoon. Dus dat soort dingen. En als je denkt, waarom heb je overal rode vlekken? Ik heb geen idee. Ik heb echt overal gekke vlekken zitten. Maar goed. Zwart dingetje knippen. En dan vervolgens mijn bed zo meteen doen. Goed, ik heb mijn haar een heel klein beetje nat gemaakt. Om dit nog allemaal een beetje weg te halen. En in mijn nek is het een beetje nat. Maar goed, in ieder geval. Ik heb lekker gedoucht. Bed is afgehaald. Dat ga ik zo meteen even opmaken. Het zit in de was. Ik heb lekker een shirtje aan en een pyjama broek. En een paar sloffen. Lekker relaxed. Mijn raam is even een stukje open. Want het is heel warm hier. Een beetje frisse lucht is dan toch wel lekker. Maar goed, in ieder geval. Ik ga deze vlog editen, omdat ook dat moet nu nog gebeuren. Dus dat ga ik nu ook eventjes doen. Bedankt jullie voor het kijken. Deze video een blauw duimpje omhoog als je hem leuk vond. En ja, heb je nou nog leuke ideeën wat ik kan doen? Let me know. En wat ik jullie nog wel even wilde melden voor straks te laat, zodat ik het vergeten ben. Ik ga vlogmas elke dag doen. Het kan zomaar zijn dat ik een keer een dag mis. Hou daar wel rekening mee. Ik wil toch het ultieme vlogmas gevoel houden en elke dag een video online zetten. Het zal me veel tijd kosten, het zal me veel energie kosten, het worden lange dagen. Maar ik wil het wel gaan proberen. Lukt het uiteindelijk niet, kan ik altijd nog zeggen van joh, ik stop ermee. Maar ik wil het wel gaan proberen. Dus vandaar wilde ik jullie dit nog even meegeven. Dus we gaan gewoon lekker van start met vlogmas. De intro is al gemaakt, dat is mooi. Camera focus niet meer. Ik ga hem eindigen. Ik zie jullie volgende week weer bij een nieuwe video. Doeg!